Zelfvoorzienend in Hongarije, hia hia ho. Met een hond hond hier en een poes poes daar. Hier een kip, daar een kip, overal kip kip. Hallo, daar ben ik weer. Het is bloedje heet buiten. Het is nu zo'n 33 graden. Zoals de hond, die heeft zoiets van, ik sneak wel naar binnen toe om lekker koel in huis te liggen. En ik kan het er echt niet kwalijk nemen. Ze ligt helemaal uitgeteld. En ik eigenlijk ook. Maar goed, waar gaat het over? Ik heb vandaag een pakketje gekregen. En ik dacht dat het de zaden-envelop was waar ik aan meedeed. Dus ik zei al van, ik ga hem straks wel openmaken boven een tuiltje. Want volgens mij zit er een heleboel losse zaden in. Maar diegene die die envelop dan zou moeten verstuurd hebben, die heeft hem nog niet verstuurd. Die zegt, volgens mij ligt hij hier nog op de kast. Dus wat is dit? Er staat geen afzender of zo op. Uit Heten in Nederland. Wie ken ik in vredesnaam in Heten? Geen idee. Maar hoor. En er vallen ook zaden uit. We doen het even boven een bakje. Misschien is iemand wel een nieuwe zaden-envelop begonnen. Ik heb geen idee wat dit is. Of van wie. Misschien ben ik wel iets vergeten. Daar ben ik ook heel goed in. Dat er iets was afgesproken. Dat ik weer van niks weet. Dat ik denk, oh ja. Dat was me even ontschoten. Maar dit, ik heb echt geen idee. Duct tape. Denk ik Maarten Bastiaan. Maar, oh, er vliegen overal zaden uit, jongens. Wat is dit? Doosje veldslazaadjes. Die zit wel dicht, maar ze hebben wel een doosje opengemaakt. De douane, dat denk ik. Wat is dit? Wat? Van wie heb ik dat? Oh, er zitten gaatjes in die zakjes. Ik moet het dicht plakken. Ik ga ook een kaartje doen. Wat? Rucola zaad. En ik weet niet wat dit is. Tenminste kiemkrachtig tot 30 augustus 2022. Dus dat doet het toch hartstikke goed. Dat doen ze er dan in een winkel voor minder dan geen geld. Gaat het eruit of zo? Maar voor wie is het dan, jongens? Oh! Ah, open zakjes. Kom op. Goed, dit is pompoen. Wat te gek, jongens. Ja, dit zijn pompoentjes. En een hoop rucolazaad zit erbij in. Want in die grote zak, daar zitten dus gaatjes in die zak. Dus er liggen nou allemaal zaadjes liggen er los te ratelen. Drop! Drop! Niet suikervrij, maar het is wel drop. Zacht en zoet. Lekker! Maar van wie dan? Wat is dit? Daar zit ook weer van alles bij in. Ik heb geen idee wat ik uiteindelijk ga zaaien. Oh. Ik heb alleen mijn vloer. Als het hier een beetje vochtig in huis gaat worden nu, dan loop ik maar zo het risico dat er hier van alles begint te ontspruiten. Wat is dit? Wat is dit? Kom op. Ja, slijmstofhoudende zaden. Maar wat is het?
Semipergamogli. Kiemzaden. Ah, oké. Okay. Oh, ik kan kiempjes gaan maken. Ik weet nooit zo goed wat ik met kiempjes moet doen, maar daar kom ik dan nog wel achter. Nog meer zaden. Tuinkers. Lekker. Snijkool. Biologische snijkool. Snijkool, is dat niet zoiets als... Even denken hoor. Is dat niet zoiets als palmkool? Snijkool. Ken ik eigenlijk niet. Basilicum. Lijkt wel Sinterklaas, jongens. Is het al elke dag Pasen om eieren te zoeken? 30 zaden Allium tuberosum. Dus een uissoort. Een tuberosum, dat zou... Is dat dan prei of zo, denk ik misschien? Tuberosum. Allium tuberosum. Gaan we ook opzoeken wat dat is. Courgette patisson. Altijd lekker. En een heleboel losse zaden. Maar het is wel heel veel rucola zaad. Het is echt een gigantische zak. Daar ben ik wel blij mee. Maar wat is die zak daaronder? Het is dus voornamelijk volgens mij de rucola. Kijk dan jongens, wat een zak rucola zaad. Oh, die andere is broccolizaad. Oh, lekker. Ook heel veel broccolizaad. En die broccoli en die rucolazaad is door de war gegaan. Dus ik heb geen idee. Die zaden die zien er precies hetzelfde uit. Ik denk dat dat maar kiemzaden worden, wat er al uit is. Ik heb helemaal geweldig, maar ik weet nog steeds niet van wie het is. Er zit geen briefje, niks bij. Waarom doet iemand nou zoiets? Wat is het? Ik ga meteen een dropje in mijn mond stoppen. Ah, oh, zaadjes. Overal zaad. Tenko. Oh, het zijn van die... Het is dat, met zo'n stukje... Winegum en dan een stukje nepdrop. Ach zo. Ja, wel lekker. Maar. Wie is de goede gever? Want ik wil wel even gewoon kunnen bedanken. Dat is echt een enorme hoeveelheid zaad. Ik bedoel ook echt. Heel veel rucola. Heel veel broccoli. Echt een soort verpakking voor de kleine keuterboer. Nou, dan zal ik wel een klein keuterboertje zijn. Dus ik ga straks maar even voorzaaien. Want de bimi, die is opgegeten in de moestuin. Dat is plukbroccoli. De laatste broccolizaden die ik had... Die zijn blijkbaar verdwenen. Waarschijnlijk bij ontkiemen meteen opgegeten. Lekker zeg. Dus de zaden zijn me zeer, zeer welkom. Daar kan ik nog jaren mee doen. Ik bedoel, de kiemkracht gaat wel wat achteruit. Maar dat maakt niet uit. Gewoon elk jaar gewoon een beetje meer voorzaaien. Dan komt het wel goed. Geen enkel probleem. Ik had geleerd dat oliehoudende zaden, die gaan langer mee. En volgens mij is broccoli gewoon ook oliehoudend zaad. En rucola. Vind ik zo lekker rucola. Ik ga eerst even lekker plat op de bank. Dan ga ik eens even heel erg hard nadenken. En allemaal chatjes nazoeken. Dat ik denk, wie... Ik heb echt geen flauw idee. Doe er dan een kaartje bij, want die hang ik zo leuk op de wc. Dat vind ik leuk, daar word ik blij van. Dan kom ik de wc in en dan zie ik al die lieve kaartjes zie ik er hangen. En briefjes. Doe er dan een kaartje bij of zet er een afzender op. Maar wie woont er in vredesnaam in Heten met dubbel E?
Ja, ik weet niet eens waar het ligt in Nederland. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik ga het uitzoeken. Hele fijne dag. Het is hier nog steeds echt bloedverziekend heet. Het is nu zo'n 33 graden en het gaat nog warmer worden. Het wordt zo'n... Volgens het weerbericht wordt het zo'n 35 graden, maar die lopen iedere keer 2 graden achter. Dus het zal wel zo'n 37 graden worden. Het is echt... Als ik nu van buiten naar binnen loop, dan ben ik gewoon een soort van sneeuwblind of zo. Maar dan zomerblind. En ik heb geen idee waar ik mijn zonnebril heb gelaten. En ik hou niet van zonnebrillen, want dan zie je het mooie zomerse, zonnige, heldere weer niet. Iedere keer als ik naar binnen kom, dan moet ik me even vasthouden aan de deurpost. Even mijn ogen laten wennen. Het duurt soms wel een minuut en dan denk ik echt, dan sta ik daar. Maar ja. Die dingen zijn wel lekker. Dus, maar ja. Ik ga even siesta houden, jongens. En eventjes heel hard piekeren. Wie hier de schuldige is. Niet waar, Lily? Lily zegt ook ja. Zeg het maar, mop. Nee, niet op schoot. Veel te warm voor schoot. Mijn schoot is niet beschikbaar in de zomer. Vergeet niet, duimpje omhoog. In YouTube en de groepen. Abonneer je. Deel de link. Ik snuffel even rond bij mijn andere filmpjes. Ook heel leuk. Zitten leuke dingen bij. Zitten interessante dingen bij. Zitten hele belangrijke waarschuwingen bij. En dan wens ik je een hele fijne dag. Hou het cool. Hou het veilig. Doeg!